Goedemiddag, van harte welkom bij ons webinar over insectenteelt. Mijn naam is Jolanda Ledoux. Ik ben programmamanager van Platform GroenHart Werkt. Binnen dit platform werken we met bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen aan de circulaire economie. En insecten zijn heel circulair, heb ik ontdekt. Ze zijn namelijk in staat om reststromen heel efficiënt om te zetten in eiwitten en vetten. Eigenlijk zijn het hele kleine recyclefabriekjes. Maar je mag je ze zomaar alles voeren als je ze gebruikt voor diervoeding? Hoe zit dat met regelgeving? Via 4 filmpjes en een daaraan gekoppeld gesprek met experts lichten we het onderwerp van verschillende kanten. We richten ons hierbij met name op kleinschalige insectenkweek voor diervoeder. Het verdienmodel voor kleinschalige insectenkweek is in een lineaire economie waar opschaling en efficiëntie de hoofdmoot van het verdienmodel vormen nog erg lastig. Maar door het verkorten van ketens en door samenwerking zijn er zeker mogelijkheden. Tijdens de uitzending kunt u uw vragen stellen via de chatfunctie. We proberen alle vragen zoveel mogelijk tijdens het webinar te behandelen. Als dat niet lukt, zullen we de resterende vragen achteraf beantwoorden via de mail. En dan gaan we nu naar het eerste filmpje. Mijn naam is Marianne Peters van NGN, New Generation Nutrition, in Den Bosch. En wij helpen insectenkwekers om op te starten. We geven ze training, we geven ze hands-on begeleiding. Maar wat we ook doen is producten maken van insecten. Ja, ik ben een innovatie tegengekomen. Ik kwam iemand tegen die mij op de insectenkweek wees. En ik heb een achtergrond in landbouwinnovatie. En toen dacht ik zoiets, een hele nieuwe sector oprichten. Dat was ik niet tegengekomen. Tegelijkertijd was er ook hier in Brabant een enorme gesprek gaande, hoe gaan wij al die landbouwhuisdieren voeden die we hier in de regio hebben. Nou, toen kwamen insecten op het pad en toen bleek ook nog eens een keer, het was een soort ontpopping zeg maar, dat er veel meer mogelijk is met insecten, want je kunt er ook nog eens een keer organisch afval mee verwerken in goede eiwitten die weer aan de dieren gevoerd kunnen worden. De andere provincies, ja, die zijn geïnteresseerd en wat je ziet bij die provincies is dat ze nog niet weten waar ze moeten beginnen. En ik denk dat provincies het zeker samen te laten werken met de universiteit. Nederland is eigenlijk gewoon al één grote provincie op het gebied van insecten in de hele wereld. En wij hebben hier bijvoorbeeld een subsidie in Brabant, de POP3-subsidie, die we aan Brabantse boeren kunnen geven. En helaas niet uit mensen in Zuid-Holland. En dat zouden we wel heel graag willen. En wij lopen hier heel erg voorop in het ontwikkelen van kennis en techniek. Dat is waar we heel erg goed in zijn. Tegelijkertijd zijn er ook heel veel boeren bij elkaar en we hebben met elkaar een sectoragenda afgesproken. En in die sectoragenda daar werken we samen. En niet alleen met de boeren, maar ook met de overheid, met de Voedsel- en Warenautoriteit, met de universiteiten. Interessante afzetmarkten voor insecten? Nou, ik denk zelf, en daar duikt de meeste mensen op, is petfood. Omdat dat al een markt is waar insecten in voorkomen. Nou, als je insecten kweekt, die zitten in een substraat. En op het moment dat ze zeg maar volgroeid zijn, volgroeid in dat stadium zijn, dat ze het meeste eiwit hebben en vet, dan zeven we het af, het substraat van die insecten, want ze leven zo in die bakken. En het restsubstraat, dat is fras. En fras, dat bestaat eigenlijk uit huidjes van die beesten, omdat ze een aantal keer vervellen. Het bestaat uit restvoeding, substraat en zeg maar de droppings, de poep van die insecten. En dat kun je ook weer gebruiken als grondverbeteraar. Ga je heel kleinschalig, dan moet je eigenlijk gewoon al je afnemer naast je hebben zitten. Dus dan een goede samenwerking met een diervoederbedrijf die direct afneemt. Dat zijn dan wel echt de oplossingen, dat je ook je eigen afzet regelt. En dat hebben we nog niet in Nederland. En daar hoop ik echt dat het er gaat komen. Wat zeg maar het middelgrote kweekbedrijf is. Waar zeg maar zo'n, als je het hebt over meelwormen, nou zo'n 7.000, 8.000 kilo per week gekweekt gaat worden. Dat vergt investering, maar veel minder en toch dan zeg maar die hele grote megafabrieken waar er echt 50 vrachtwagens met afval aankomen. Zoals met Protix. Maar dan heb je gewoon het wat kleinere, behapbare waar gemechaniseerd is. Nou, de coöperatie, daar ben ik hard aan het werk samen met het NIC.
En zijn we aan het kijken van hoe kunnen we juist die kleinere insectenkwekers die net starten, hoe kunnen we die in ieder geval markt geven? In ieder geval dat ze, als je het in je vingers moet krijgen om de insecten te kweken, dat je je dan niet meer even druk hoeft te maken over de afzet. Dus die coöperatievorming is een ontzettende belangrijke, ook om toekomst te geven aan al die nieuwe boeren die willen beginnen. Nou, bij NGN geven we cursussen. We doen eigenlijk een aantal hebben we er. Eén is altijd het trendcollege, waar we gewoon een hele ongelooflijke hoeveelheid informatie gratis weggeven tijdens een webinar over insecten. Dan hebben we de basiscursus insectenkweek. En dan hebben we in een 5 dagen tijd leren we mensen over de biologie van insecten, de huisvesting, wat eten ze, hoe sla je het substraat op, wat zijn je dagelijkse taken in de insectenkwekerij, hoe maak je je planning. En er zit ook een stuk in disaster management, want dat is exact waarom we een planning willen maken. Dat je gewoon de rust hebt in de kwekerij. Wat ik zelf echt als marktkansen zie voor kleine telers, het zit heel erg, als het echt klein is, houd het ook klein. En zoek het in de buurt. En ga met bijvoorbeeld een zorgboerderij in de buurt, dat daar een ei uitkomt waar je er gewoon een mooi verhaal bij van kan vertellen. En die weer verkopen in de plaatselijke supermarkt of in de boerderijwinkel. Ik denk dat dat verhaal vertellen, dat je daar kun je mensen mee winnen, consumenten mee winnen. De belangrijkste onderzoeksvragen voor de insectenteelt, die zitten heel erg op het naar beneden brengen van de kosten. En dat is niet alleen maar techniek, dat zit ook op de inputstoffen. Want wat er nu gebruikt wordt in de insectenteelt is GMP+ gekwalificeerd materiaal. Dus dat kunnen varkens en kippen ook eten. Terwijl insecten zijn nu net de opruimers in de natuur. En het mogelijk maken dat je laagwaardigere reststromen waar je zelfs geld bij krijgt aan de voordeur, omdat het geld kost om ze af te breken. Bijvoorbeeld keukenafval, wat nu naar het gemeentelijk afvalbedrijf gaat. Dat insecten dat zouden kunnen omzetten in eiwitten en dat je dat weer kan vermarkten. Dan verdien je aan twee kanten. Ik heb nog een vraag voor de tafelgasten. Hebben we hier in het gebied genoeg pionierende boeren die in de insectenkweek willen instappen? Bij mij aan tafel zitten nu Marjan Peters, die u net heeft gezien in het filmpje, en Petra van den Hengel van het Network for Insect Knowledge. We noemen het hierna het NIC, dat is makkelijker. Petra ziet u terug in het volgende filmpje. Nou, in ieder geval welkom Marjan en Petra. De vraag van Marjan is, hebben we hier genoeg pionierende boeren in het gebied? Petra, je hebt een groot netwerk in heel Nederland. Ken je iets van het Groene Hart? Zitten daar pionierende boeren of misschien daarbuiten? Nou, hebben wij genoeg hè, van zulke boeren die insecten willen kweken? Dat is natuurlijk nooit genoeg. Want wat we eigenlijk willen is die insectensector stimuleren en een boost geven. En daarvoor hebben we inderdaad pionierende boeren nodig. En die zijn er, ja. In het Groene Hart zijn ze mij niet bekend. Maar in de rest van Nederland zijn ze daar. Kan je daar wat voorbeelden van noemen van boeren die jij kent? Wat voor type bedrijfsvoering hebben die? Hoe gebruiken ze die insecten in hun eigen bedrijfsvoering of om te verkopen? Hoe gaat dat? Sommige boeren hebben het als verbreding van hun bedrijf. Sommige boeren hebben geheel omgeschakeld naar insecten. En sommige boeren gebruiken ook de insecten zelf op hun bedrijven. Wat je ook hoort is dat kippenboeren zeggen van ja, nou, als ik mijn kuikens, als ze binnenkomen, insecten geeft de eerste week, dan heb ik geen uitval. En als ik dat de laatste 2 weken ook doe, dan heb ik meer opbrengst. Mm. Nou, dat zijn hele mooie voorbeelden hoe je insecten in kan zetten. Ja. En ook als je kijkt naar circulariteit, is dat een heel mooi bedrijfsmodel. Ja, ja, interessant. En Marjan, wij zagen in jouw filmpje dat je met verschillende producten ook werkt. Dat je zelf ook producten maakt. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat voor een diervoederproduct jullie hebben? Nou, je zegt diervoeder. Het is vooral petfood waar we nu naar kijken. Petfood, ja, voor mij is het allemaal hetzelfde. Ja, maar nee, ik ben nog niet expert. Hè? Ja. Nee, maar petfood, dat zijn eigenlijk dierentuindieren. Het zijn allemaal beesten die gehouden worden voor hobby. Okay. En het kunnen honden en katten zijn, maar het kunnen ook reptielen zijn. En eigenlijk kijken wij heel sterk naar welke dieren, dus de dieren die niet opgegeten worden, eten nu insecten in hun leven. Nou, dat zijn reptielen, dat zijn inderdaad in de dierentuinen bijvoorbeeld de apen.
Nou, en we hebben gekeken naar een niche-markt. En eigenlijk waar dus een niche betekent dat het een kleine markt is, waar specialiteiten nodig zijn en waar je niet veel concurrentie hebt, maar waar ook waar de bereidheid is om veel te betalen voor de producten. Ja. Dus op die manier. En wat noem daar eens voorbeelden van zo'n niche-markt? Een niche-markt, we hebben baartagamenvoer, we hebben voer voor dus apen. We hebben voer voor vissen, tropische vissen, garnalen, vogels. En vooral ook opfokvoer voor jonge vogeltjes. Dan blijkt het dat ze het heel erg goed erop doen. Want ja, al komt een vogel uit het ei, dan krijgen ze ook een insect van hun moeder of vader. Ja, ja, dus ja. Zo zijn we gaan kijken. Volg de natuur. En als je dan even het bekijkt vanuit de oogpunten van een kweker, hè? Als je je geld ermee wil verdienen, wat zijn dan interessante markten waar zo'n kweker zich op kan richten? Nou, ik vind dat een goede vraag. Gewoon, waar kan je op richten? Ja. Het heeft ook echt te maken met de grootte van je bedrijf. Ja, hoe je begint. Als je begint, dan wat ik ook in het filmpje net zei, begin dichtbij. En mogelijk, als je echt begint, voer het aan je eigen kippen. Want je hebt toch echt eerst het insecten kweken in je vingers te krijgen. Nou, wat wij wel heel erg zien is dat, Peter zei het net ook, dat vooral ook bij die kippen, dat er heel veel welzijnsvoordelen te halen zijn. Dat geldt ook voor jonge huisdieren. En als startende kweker, stap gewoon naar de dierenspeciaalzaak in de buurt. Want die kopen ook hun insecten in bij andere insectenkwekers. Alleen die maken eerst een rondje door Nederland om opgehaald te worden, verpakt te worden, dan weer daar terechtkomen. Maak daar gewoon een afspraak. En weet jij daar ook iets van, bijvoorbeeld de huidige dieren voor de markt? Ik heb zelf bijvoorbeeld schildpadden, hè, die krijgen ook insecten te eten. Komt dat nou grotendeels, wat ik dan inkoop bij Schildpaddenstichting of zo, komt dat dan uit het buitenland of wordt dat allemaal in Nederland gekweekt? Heb je daar een beeld van? Ja, daar heb ik wel een beeld van, hoe dat gekweekt wordt. Ik zeg altijd, hoe groter het bedrijf, hoe meer kostenbewust ze zijn. Mm. En wat we ook heel erg veel gezien hebben, is dat heel veel geïmporteerd dan wordt uit China. Ja, toch wel. En dan heb je het echt over die grote bedrijven die bijmengen in het kippenvoer. Die zijn ontzettend kostprijsgedreven. Ja. Gaat het kleiner, ga je meer naar de, zeg maar, naar ook het vind ik ook altijd mooi, de vogeltjes die je in je tuin hebt, die worden ook gevoerd met insecten. Dat komt allemaal bij Nederlandse kwekers vandaan. Oh, dat weer wel. Ja. Die kopen het op, maar dat is vaak ook levend voer. Ja. Dus al het levende komt daar vandaan. Oh ja. Verwerkt nog niet zoveel. Dus en zijn er dan in Nederland best wel veel, want ik ken een Protex van naam, hè, die noem je ook in je filmpje, dat is een hele grote kweker in Nederland. Zijn er nog meer grote kwekers? Er zijn een paar hele grote. Oh ja, toch wel. Ja, dat is in Ermelo zit hier nog steeds Insect. En dan hebben we ook nog Bestico hier in het gebied. Dat is Koppert Biosystems in Berkel-Roderijs. Ah ja. En dat zijn echt de grote. Ja, ja. En dat is allemaal meelwormen, of niet? Of zijn dat allemaal verschillende? Nee, het is verschillend. Ja, verschillend. Het zijn black soldiflies en meelwormen. Eigenlijk als we het hebben in Nederland over de soorten insecten die gekweekt worden, dan hebben we het over krekels, sprinkhanen, meelwormen en meelwormachtige. Die heb je ook in verschillende formaten. En black soldiflies. Ja, 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 ja. En nou, we zien jou straks aan het eind ook nog een keertje even terug. Maar ik vond het ook wel mooi dat jij, toen we je hiervoor uitnodigden, toen kon je niet op een bepaalde datum, maar dan ging je naar Nigeria, geloof ik, of zo. Mm-hmm. Dus jij werkt ook veel in Afrikaanse landen. Kan je daar iets over vertellen, hoe ze daar omgaan met insecten en wat ze ermee doen? Ja, in Afrika, daar zijn we heel erg goed bezig, vind ik zelf. Daar voel je echt de schaarste van eiwitten. Want het vismeel wat ze gebruiken in de diervoeders, voor kippen, voor varkens en voor vissen zelf, dat wordt eigenlijk voor zeg maar 95% geïmporteerd uit Noorwegen en uit Denemarken. En de prijs van voeding om je dieren te voeren is zo enorm aan het stijgen, dat we zien dat de boeren zeg maar hun aantal dieren wat ze houden aan het verminderen zijn. Terwijl daar in die omstandigheden, het klimaat zit al mee. Je hoeft niet je gebouw meer te klimatiseren. En er is veel werkgelegenheid. Het is ook goedkoop. En er zijn enorme hoeveelheden organische reststromen die weer aan de insecten gevoerd kunnen worden. Dus dan wordt het heel snel opgepakt. En de schaarste is daar heel hoog. Wat heel fijn is, dat we hier in Nederland zoveel kennis hebben.
Oh, dus ja. Wij brengen de kennis die we hier ontwikkelen met Wageningen Universiteit, ook met Delft, er zit ook die hogeschool, die doen ook al een aantal dingen op het vlak. En met Has Hogeschool, Eres. Er wordt veel kennis ontwikkeld. Ja, ja, ja. En dat ja. verspreiden we weer via Mooi. NEC, ja. Ja, maar ja, ook ja. via ons naar Afrika. Ja. Ja, 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 mooi. Heb jij daar nog iets op aan te vullen, Petra? Ga je ook regelmatig mee vanuit het NIC? Ik zou het willen, maar nee hoor. Ons aandachtspunt is echt in Nederland om daar die insectensector een boost te geven. Ja. Dat kan natuurlijk ook naar het buitenland. En wat Marianne al zegt, wij hebben zoveel kennis in Nederland over insecten, maar eigenlijk de hele insectensector. We zijn op dit moment ook een overzicht aan het maken van alle onderzoeken die we ooit gedaan hebben in Nederland. Nou, ik kan je zeggen, dat is een hele grote lijst en die zal binnenkort ook op de website komen. Maar daar moeten we gewoon meer rugbaarheid aan geven, zodat we meer die kennis kunnen verspreiden overal naartoe, naar de wereld, vanuit Nederland. Ik kijk even, wordt tijd om over te gaan naar het volgende filmpje, krijg ik signalen. Dus dat gaan we dan maar even doen, naar het volgende filmpje. Ik ben Petra van de Hengel van het Network for Insect Knowledge. En ik zet me in om de insectensector te versterken. Het Network for Insect Knowledge, dat is het kennisnetwerk voor de insectensector in Nederland. Dus ik verwijs heel veel door. Om een beeld te geven, afgelopen jaren heb ik onder 20 gesprekken gehad en heb ik alleen maar doorverwezen zodat er nieuwe business ontstaat, zodat er nieuwe initiatieven ontstaan om die sector sterker te maken. Insecten zijn duurzaam omdat één, zij kunnen allerlei verschillende grondstoffen zeg maar, omzetten in dierlijk eiwit. Dus dat betekent ook dat je bijvoorbeeld de reststroom van andere processen in kan zetten als voeding voor insecten. Daarnaast, als je ook vergelijkt met andere dierlijke eiwitbronnen, nou, kan je zeggen van het verbruikt minder water, het verbruikt minder ruimte. Maar ook een insect kan je voor 80% opeten. Dus dat is ook heel efficiënt. En het kort, hele efficiënte manier van het kweken van dierlijke eiwitten. Toepassingen kunnen voor menselijke consumptie, dus eten voor mensen. Maar vooral de diervoeding is hier belangrijk in. Hè. Dus dan hebben we het over kippen, voer voor kippen en varkens. Maar ook de petfood is een belangrijke. Voor vissen is het ook belangrijk. De meest voorkomende insecten hè, voor de kweek in Nederland zijn toch wel de black soldier fly en de meelwormen. Krekels, sprinkhanen gebeurt heel af en toe. Dat zijn toch wel de meest voorkomende. Er is zeker bepaalde wet en regelgeving van belang. Maar het is een hoog innovatieve sector. Dus realiseer dat ook. Als je in insecten wil stappen, je moet echt wel ondernemerschap in je hebben. Wil jij insecten gaan kweken en het ook gaan verkopen? Ja, wat is je businessmodel? Kijk ook echt naar je markt. En qua vergunningen, omdat er op dit moment nog niet zo heel veel kwekers zijn. En vooral op boerderijniveau, of je het nou als verbreding wil zien of hele omschakeling, zijn er op dit moment nog niet standaard vergunningen uit te geven voor bijvoorbeeld emissies, et cetera. Dus de overheden kijken hier ook naar. Die proberen de best mogelijke toepassingen te doen qua vergunningen. En meldingsplichten. Maar dat is inherent aan een hoog innovatieve sector. De reststromen waar insecten op kunnen groeien, die zijn eigenlijk theoretisch heel erg breed. Dus ze eten natuurlijk alles. En dat maakt ook dat de potentie zo groot is van insecten. Maar degene die nu zijn toegestaan, dat zijn reststromen waar de groenten in zitten, maar absoluut geen vleesresten in zitten. Dus als je bijvoorbeeld op een boerderij zit en je hebt ook een akkerbouwer, dan zou je mogelijk gebruik kunnen maken van wortelen of andere groentes die je over hebt, die als reststroom gezien kunnen worden. Ja, er zijn ook echt heel veel onderzoeken over van welke reststromen kun je nou goed gebruiken voor welke insecten en welke substantie, et cetera. Ja, er zijn verschillende cursussen en evenementen ook voor de insectensector hè, en ook voor beginnende kwekers. Want dat is ook heel ingewikkeld. Hè? Als je denkt van, oh, dat vind ik wel een hele interessante
om dat erbij te doen of om helemaal over te stappen, ja, dan moet je wel goed met de verschillende mensen praten. Maar ook, NGN heeft bijvoorbeeld een mooie starterscursus, maar je kan ook naar een Badoodoo bijvoorbeeld, die allemaal cursussen hebben voor ondernemers die mogelijk willen starten. Dus het is heel belangrijk dat je je goed voorbereidt en dat je kijkt van wat wil ik dan precies doen en wat zijn mijn investeringen, maar ook waar zit die markt. Want er zijn natuurlijk ook wel ondernemers die een bepaalde andere ondernemers aan zich verbinden, zodat je daaraan kan afzetten of op moedermateriaal kan kopen. Dus dat is wel een interessante. Ik heb nog een vraag voor de gasten aan tafel. Hoe kunnen wij samen de kansen versterken voor de insectensector in Nederland? Inmiddels heeft Marianne plaatsgemaakt voor Willem Flinterman van project Soylent Blue. Hij gaat zich straks voorstellen in het derde filmpje wat we hierna gaan draaien. Welkom Willem. Dankjewel. We houden van circulair, dus Marianne komt aan het eind nog een keertje terug aan tafel om de cirkel rond te maken. De vraag van Petra was hoe we samen kansen kunnen versterken voor de insectensector. Willem, heb jij daar ideeën over? Ja, en ik denk dat het Nick zelf eigenlijk al een deel van het antwoord op die vraag is. Want de activiteiten die Nick ontplooit, dus het bij elkaar brengen van kennis en expertise en die weer beschikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen. Ik denk dat dat een hele goede stap in de, dat is een stap in de goede richting. Want ik denk dat er meer moet worden gedeeld. Meer uitwisseling van best practices, meer delen van kennis, want de situatie is complex. Dus als je meer met elkaar praat, meer met elkaar spreekt, dan zit je met z'n allen meer op dezelfde pagina. En ik denk dat heel goed is voor de insectensector. Ja. En ook dingen zoals dit natuurlijk. Ja. Uitleggen waarom insectenteelt past bij de zeitgeist, maar ook bij de ambitie vanuit Europa en vanuit de Nederlandse regering. Ja, het past ook in het hele beeld van de circulaire economie. Precies. Eigenlijk. Hè? Want we hebben het over de sector, maar in feite is het een hele keten van verschillende type bedrijven, waar de kweker zeg maar een onderdeeltje van is. Dus je hebt elkaar ook allemaal, denk ik, nodig om samen beter te worden en te leren daarin. Ja. Ja. En ook die nadruk op kleinschaligheid, op inpassing binnen meervuldige bedrijfsconcepten, gemengde bedrijven, de mogelijkheid om insectenteelt daarmee te combineren. Om dat duidelijk te maken is denk ik heel belangrijk. Ja, ja. Ja. Petra, want je hebt de vraag gesteld, hè? Heb je ook nagedacht, je stelt hem niet voor niks, neem ik aan, over hoe zie jij dat? Kan jij daar iets over vertellen? Hoe zie jij die samenwerking? Hoe zijn jullie daarmee bezig? Maar ook hoe kan je daar stappen in maken, ook in de toekomst? Ja, ja, die samenwerking is heel belangrijk, hè? Jij verwoordde het al heel erg mooi. Ja, alleen kom je er niet, hè, in de insectensector. Dus daarom is ook het Network for Insect Knowledge opgezet. Om dat netwerk te versterken en ook initiatieven om samenwerkingen te gaan doen. Nou, dat te versterken, dat doen we echt op hele verschillende manieren. Dat is door kerngroepen op te zetten. Noem eens een voorbeeld van zo'n kerngroep? Eén voorbeeld, en daar zit jij ook in, Willem, dat is reststromen. Dus er zijn heel veel vragen, hè, over reststromen. Hoe kan je een insect ook nou inzetten om die reststromen te verwaarden? Nou, daar zijn genoeg vragen over. Daar zitten we nu met ongeveer 10 ondernemers bij elkaar. Waar we discussiëren over de vragen. En af en toe komen daar experts bij, hè, die ik dan uitnodig om een aantal vragen te beantwoorden of te verdiepen. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. En zit daar dan ook in zo'n expertgroep over die reststromen de hele keten in die groep? Of wat voor type bedrijven moet ik het dan aan denken? Hoe stelt dat? Dat varieert van partijen die bezig zijn met die reststromen te verwaarden. De inzamelaars bijvoorbeeld? De inzamelaars, nou meer de bedrijven die de reststromen hebben. Okay. En die ze proberen te verwaarden. Maar ook automatiseringsbedrijven, techniekbedrijven, de Willems van deze wereld, kwekers. Dus het is heel veelzijdig. Ook scholen zitten erbij aangesloten. Oh ja, mooi. Dus dat is een hele mooie groep. Nou, we hebben in het Groene Hart hebben wij bijvoorbeeld een cyclus. Dat is dan een inzamelaar. Maar die hebben ook huishoudelijk afval en ook groen afval. En weet ik veel wat allemaal. Of reststromen, hoe je het wil noemen.
Dat soort partijen, dat zijn vaak semi-overheidsorganisaties. Ja. Zijn die ook bij jullie, bij het NIC aangesloten? Zitten die ook in dat soort werkgroepen? Ja, aangesloten is altijd een groot woord, want wij zijn een netwerk. Dus het is eigenlijk toegankelijk voor iedereen. Dus als je vragen hebt of bepaalde dingen waarvan je zegt, hey, daar wil ik eens over sparren, of daar wil ik een groep voor vinden om daar mee in gesprek te gaan of oplossingen te vinden of echt projecten uit te voeren, ja, dan kan je NIC als middel zien om daar wat energie op te zetten. Dus ook daar hebben we ook een project, gaan we mee aan de slag. Dus zij ook met die restwaardeverwaarding, ja. Zijn een aantal bedrijven aangesloten die daarmee aan de slag gaan. Oh ja, en ja, insecten. Ja, ja, en een grotere context. Ja, ja. Even kijken. Er zijn nog geen vragen in de chat, zie ik. Jij bent, zeg maar, met name op nationaal, hè, of het NIC, moet ik zeggen. Je bent natuurlijk niet in je eentje, maar bezig met versterken van de insectensector. Doen jullie bijvoorbeeld ook lobby of zijn jullie vooral kennisinstelling? Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, lobby en dergelijke voor de sector, dat doen wij niet. Daar heb je de VENIC voor, de Vereniging van Insectenkwekers, of op Europees niveau de IPIF. Wij zijn echt puur voor die netwerkversterking en het kennisnetwerk. Dus qua lobby, et cetera, dat doen wij niet. En dat maakt ons heel erg neutraal. Dus we worden wel vaak benaderd om te sparren over ideeën of over beleid, waar we een neutrale positie in kunnen nemen. Ja, ja, ja. Nou, helder. Ik heb verder geen vragen meer. Ik denk, misschien kunnen we door naar het volgende filmpje. Of hebben jullie nog vragen aan elkaar? Want dat zou ook nog... Jullie kennen elkaar wel? Ja, even los van dat je. Ik ben ook nog niet zo lang bezig. En het was zo fijn dat ik op een gegeven moment hoorde van, nou, ik had zat met allerlei vragen van, hoe pak je zoiets aan? Ik wil meelwormen gaan kweken. Toen hoorde ik opeens dat er dus zoiets was als het NIC, toen nog het HIC, met een nummer. En dat waar je dus vragen kon stellen. En toen heb ik dat nummer gebeld, werd opgenomen. Toen kreeg ik Petra aan de telefoon. En ik kan je niet zeggen hoe fijn dat is. Ja, dat je precies. Gewoon iemand, een mens aan de telefoon krijgt, die gewoon je vragen beantwoordt. Of die doorzet naar experts die daar dan later op terugkomen. Dat is een grote verworvenheid. Ja. En Petra, volgens mij, want wij hebben ook, ik heb jou in contact gebracht met mensen van de provincie Zuid-Holland bijvoorbeeld. Hè? Jullie zijn altijd wel nog steeds op zoek naar partners in de regio om ook die samenwerking verder te versterken. Hè? Want we hebben het voorbeeld gezien van Marianne, die heeft dan in Brabant eigenlijk heel veel steun vanuit de provincie om allerlei activiteiten te kunnen ontwikkelen. Nou, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als we dat in Zuid-Holland ook op die manier zouden kunnen doen. Dus dan is misschien die steun van Zuid-Holland of Utrecht. Ik weet niet welke provincies zijn al bij jullie aangesloten of actief? Actief zijn de provincies Brabant en Gelderland. Zij zijn echt wel erg actief. Oh ja. En andere provincies, daar zijn we mee in gesprek. En voor sommige provincies is toch, het is natuurlijk een hele hoge innovatieve sector. Dus daar valt nog veel missiewerk te doen voor deze mooie sector. Ja, in Gelderland dus, zitten jullie natuurlijk met Food Valley, hè, denk ik. Ja. Want daar werken wij ook veel mee samen vanuit Groen Hart Werkt. Dus met Food Valley circulair. En dan is die verbinding ook, vind ik, tussen wat er gekweekt wordt en wat maak je er dan van. Het is natuurlijk ook heel interessant om naar te kijken. Dus daar doen ze natuurlijk bij de WUR en alles wat daaraan vastzit waarschijnlijk ook heel veel onderzoek naar. Ja, zeker. En daarbij proberen we natuurlijk altijd de ondernemers te betrekken. Want die zijn het belangrijkste hier om de insectensector een boost te geven. Ja, precies. Okay. Nou, dan denk ik dat het tijd is om over te gaan naar het volgende filmpje. Mijn naam is Willem Flinterman en ik ben zelfstandig onderzoeker al enige jaren. En ik houd me op het moment in het bijzonder bezig met meelwormen en reststromen. Een van de activiteiten die Project Soylent Blue op dit moment heeft is Worms at Work. En we staan hier in Arboretum Pendrecht. Dat is een buurttuin in Rotterdam-Zuid.
Ik sta hier met een kleine kar met meelwormen erin. Die eten dus oude tomaatjes, komkommers, snoeiafval, maar ook oud brood van de mensen hier uit de buurt. Daar maak ik meelwormen van. Die meelwormen die produceren fras, meelwormmest. Dat is mest, dat is supergoed voor de tuin. Dat vindt gretig aftrek. En die meelwormen organiseer ik ook workshops hier. En in die workshops leren we dat insecten niet vies zijn, maar lekker. En gaan we onder begeleiding van Ferdy Molenaar, een professionele insectenkok, gaan we daar met de deelnemers lekkere dingen van maken. Zoals brownies of simosa's. En dan smullen maar. Het idee is dus om mensen kennis te laten maken met de meelworm. Wat dat voor ons kan betekenen en hoe je dat dus kan inzetten op een soort lokale klein ecosysteem. En in dit geval is dat een buurt, maar dat kan dus ook een agrarisch bedrijf zijn of een agrarische gemeenschap. Project Soylent Blue is misschien het beste nog te omschrijven als een soort do-tank. Dus ik doe onderzoek en ik creëer awareness en op het moment in het bijzonder doen we onderzoek naar de capaciteiten van meelwormen om reststromen weg te werken. Insecten zijn in de natuur de opruimers. We hebben te maken met een voedselsysteem waar heel veel afval ontstaat, heel veel reststromen ontstaan. Dus door die insecten in ons voedselsysteem te brengen, kunnen we denk ik weer dat meer op de natuur laten lijken. Er is geen afval in de natuur, dus waarom zou dat er in ons voedselsysteem wel zijn? Hoe kwalificeer je reststromen? Dat is een wettelijke, dat hoeven wij niet zelf te doen, dat doet de regelgever voor ons. Het werken met reststromen is niet zonder risico's. Maar het staat soms wel dus de ontwikkeling van die nieuwe bedrijfsmodellen in de weg. Zo is het gebruik van reststromen om insectensubstraat te maken, wordt enigszins belemmerd door die regelgeving. Want je mag nu eigenlijk alleen maar eten dat geen eten meer is, omdat het over de houdbaarheidsdatum is en je anders zou weggooien. Dat mag je nu gebruiken om insecten op te kweken. En nog niet zo gek veel meer. Terwijl het juist heel mooi zou zijn, zeker als je wilt kijken hoe je reststromen kunt gebruiken binnen bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf. Hoe je dus ook agrarisch afval kunt gebruiken voor reststromen. Hoe je gemengd afval kunt gebruiken. Hoe je misschien zelfs slachtafval kunt gebruiken om insectensubstraten van te maken. Want dat kan binnen zo'n cyclus van zo'n bedrijf kan dat heel zinnig zijn. Om dus weer die nieuwe bedrijfsmodellen van de grond te laten komen. Je hoeft daar niet helemaal je bedrijf voor om te gooien. Want in heel veel bestaande bedrijven is al een niche, is al een plekje waar je die insecten zou kunnen gebruiken. Dus ik denk dat er, zeker als je klein begint en als je dat je dat al heel goed op dit moment zou kunnen toepassen, mits die regelgeving zich ook aanpast. Ik bedoel, het is allemaal zo nieuw en zeker als je geen ervaring hebt met insecten, je moet dat een beetje in de vingers krijgen. En je ziet dat mensen die groot beginnen zichzelf ook vaak verslaan. Want wat als er dan opeens een ziekte uitbreekt waarvan je niet weet hoe je ermee om moet gaan, dan is al je kapitaal vernietigd. Terwijl als je klein begint, ja, dat is allemaal nog wel te overzien. En je hebt een klimaatinstallatie nodig, want om echt goed meelwormen, ik heb het nu over meelwormen wilt produceren, die moeten constante temperatuur, constante luchtvochtigheid, dan gaat het beste. Dus daar heb je ventilatie, verwarming, dat soort dingen voor nodig. Verder heb je nodig machine als je wil. Je kan dat ook, het productieproces moet je dingen van elkaar scheiden. Zeven, dat kan je met de hand doen, maar dat duurt lang. Als je kleinschalig bezig bent, is dat ook nog wel te overzien. Maar er zijn machines en die zijn duur. Maar ik denk dat meelwormen wel bijzonder geschikt zijn. En je hebt ook aanverwante soorten die toekomst hebben. Zoals de buffalo-worm, dat is eigenlijk een kleinere meelworm. Je hebt ook de Black Soldier Flies, die worden ook getipt als, die zijn ook heel goed in het wegwerken van reststromen. Alleen die hebben meer ruimte nodig, omdat die in hun levenscyclus ook een vliegende fase hebben. Meelwormen die kweek je in het platte vlak. Dan kan je allemaal kratten op elkaar stapelen, neemt heel weinig ruimte in beslag, super efficiënt. Hebben ook geen nat substraat nodig, dus je hebt minder kans op allerlei akelige schimmel en stank. Dus ga voor meelwormen, is mijn advies.
Ik denk dat je niet bang hoeft te zijn dat als je kleinschalig produceert, dat je dat niks oplevert. Want wat je ziet is dat er steeds meer lokaal wordt ingekocht. Er is onder consumenten grote belangstelling voor lokaal geproduceerd voedsel. Dus niet alleen wordt dat vanuit de EU of andere regelgevers gestimuleerd, er is ook vraag naar. Voor wat voor bedrijfsmodellen zie je kansen? Nou ja, dus eigenlijk tweeledig antwoord. Je kan dus insecten in huidige bestaande modellen toepassen. Je kunt ook echt het helemaal opnieuw gaan doen en klein. En dan kan je dus bijvoorbeeld denken aan inkomsten die wegvallen te vervangen met educatie of toerisme. Op bezoek bij de boer. Dat is iets wat aan populariteit toeneemt. Er zijn meerdere insectenkwekers die al veel aan educatie doen. Ik ben hier zelf ook bezig met educatie. Dus ik denk dat je het misschien een beetje moet kijken buiten de gebruikelijke modellen. Er is zoveel interesse ook. Mensen willen weg uit de stad, mensen willen naar het land, mensen zijn geïnteresseerd, willen zien waar hun voedsel vandaan komt. Daar kan je wat mee doen. Ik heb een vraag voor de mensen aan tafel. Hoe is dat nou om dat echt te doen, zo'n agrarisch bedrijf waarbij je meerdere producten produceert? Hoe zit dat nou in de praktijk? Ik denk dat het waardevol is om daar meer over te horen. Nou, Petra heeft plaats gemaakt voor Olaf Duisters van Feed & Food Production. Olaf zien we na dit gesprek terug in het volgende filmpje. Welkom Olaf, leuk dat je bent aangeschoven. Ja, bedankt voor de uitnodiging. De vraag van Willem is eigenlijk van hoe doe je dat in de praktijk? Kan jij daar iets over vertellen vanuit jouw ervaring, Olaf? Ja, ik ben zelf al geen boer of agrarisch ondernemer geweest. Maar wij hebben natuurlijk wel veel ervaring al met ons systeem waar je daar meer over ziet. Je kunt het modulair bij een agrarisch bedrijf neerzetten. Zodat de agrarisch ondernemer het bij zijn gewone activiteiten doet. En het kweken van de meelwormen, waar wij het ook over hebben, is iets wat arbeidstechnisch veel minder intensief is dan bijvoorbeeld houden van kippen of varkens. Je kunt het er makkelijk naast doen. Maar jij werkt ook samen met boeren die dit al doen in de praktijk? Ja. Kan je daar iets over vertellen? Wat voor doen ze dat naast een andere activiteit of doen ze alleen dit? Nou, een van de partijen waar wij mee werken, die doet het nu als enige activiteit. Okay. Dat is een voormalig nertsenkweker. En ja, nertsen, dat mag niet meer in Nederland. Ja. Dus die kweekt op relatief grote schaal meelwormen. En een andere ondernemer waar we veel mee samenwerken, die kweekt ook meelwormen. Maar naast de gewone bedrijfsvoering die heeft met zijn varkensbedrijf. Ja. Oké. Okay. Jij werkt samen niet met boeren, hè? Dus ik kan jou niet vragen om een antwoord te geven op je eigen vraag. Nee, je had gehoopt hier een antwoord op te vinden. Ja, er zijn een aantal, ik weet dat er een aantal voorbeelden zijn van boerenbedrijven die insecten toepassen naast allerlei andere economische activiteiten. Boerderij het Witte Water is een voorbeeld daarvan. Dus daar ben ik benieuwd naar hoe dat nou in de praktijk werkt. Ja. En maar wat jullie maken is natuurlijk ook een soort, dat is ook modulair heel goed toepasbaar in de bestaande bedrijven. Ja. Ja. Gaan we dadelijk zien in het filmpje. Je moet nog een beetje cliffhanger blijven. Ja. Maar Willem, want jij werkt ook veel samen in jouw eigen buurt, hè, in het Rotterdamse, zeg maar. En ook vanuit Blue City met een aantal partijen die hier ook geïnteresseerd in zijn. Je hebt er wel iets over verteld, maar wat voor schakeringen zitten daarin? Dus het is met buurtverenigingen. Ja, dus ik ben dus die buurtvereniging Stichting Pendrecht Vooruit. Oh ja. En die opereert die wijktuin. En daar kunnen dus buurtbewoners voor weinig geld een labje huren, grond huren. En met het idee om daar echt voedsel te verbouwen. En ik maak dan gebruik van afdankertjes van de oogst. En die gebruik ik op mijn meelwormen, met name van vocht te voorzien. En in ruil krijgen die daar dan fras voor. En die kunnen daar dan weer die tuin... Die bodemverbeteraar waar je het over hebt. Ja. En die wijkvereniging vond dat een mooi initiatief. Dus die hebben mij daar die mogelijkheid geboden. Ook omdat daar veel met kinderen wordt gewerkt. Ze hebben daar iets, een kinderfaculteit... Oh. Waar kinderen uit de buurt dus ook natuurles krijgen, tuinles en nu dus ook insectenles. Oh, wat leuk. Ja. Dus jij geeft cursussen aan kinderen over insecten kweken, maar ook wat je ermee kunt. En ook over het belang, het nut van insecten. Dat je er niet bang voor hoeft te zijn, omdat ze nuttige, geen pestdieren, maar nuttige dieren zijn. Ja.
En je gaf ook aan, hè, van ik geef ook kookcursussen. Of ja. We doen dat dan samen met een, dat doe je samen met een kok? Met een kok, een insectenchef. Ja. Hij noemt zichzelf ook zo? Bugman. Bugman, ah, ja. 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 Maar hij is een insectenchef. Hij is ook daarin op. Hij, zijn docent heeft hem op dat pad gebracht. En we hebben dus nu één zo'n workshop gehad en dat kwam goed aan. Leuk. Ja. En heeft hij ook een gewoon restaurant? Is het echt een kok die ook in? Nee, hij is een soort vliegende kok. Dus hij heeft nog geen eigen. Zou dat wel graag willen. Ja, ja. Ja. En in die workshop die je hebt gedaan met hem, hoe reageren mensen daarop? Want wat gaan ze dan maken? Hoe gaat dat dan? Ik vind het wel opvallend dat... we hebben samosa's gemaakt, we hebben brownies gemaakt. En het is echt wel opvallend om te zien dat in het begin mensen echt huiverig zijn. En dat gedurende die 2 uur afneemt. Ja, ja. En werken jullie dan met name met het meel? Nee, echt met gewoon met meelwormen. Ja, 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 ja. Maar die worden dan niet vermalen tot meel of zo? Nee, die zijn gedroogd, die zijn gevriesdroogd. Oké, okay. Ja. En hoe vormen ze dan het onderdeel van zo'n samosa? Dat is dan onderdeel van, dat zit er dan in. Zit gewoon zo'n heel ding in? Ja. Oh ja, grappig. Ja. 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 En wat smaakt het naar eigenlijk? Een beetje notig. Oh ja. Niet vies hoor. Ja. Helemaal niet. Ja. 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 Het geeft een bite. Ja. Ik begreep dat er ook wat vragen zijn op de chat. Even kijken of die voor een van jullie beantwoord kan worden. Ja, hoe zit het met regelgeving wat betreft het voeren van insecten aan varkens en kippen die biologisch gehouden worden? Ja, ik heb daar dus in mijn praktijk niet veel mee te maken. Dus ik zou dat soort vragen doorverwijzen naar Nick. Ik weet dat kippen in ieder geval, die mogen meelwormen eten. Hoe dat precies met varkens zit, dat weet ik natuurlijk niet precies te zeggen. Nou, Marianne Peters die komt straks nog een keertje terug. Ik zie er al knikken dat zij daar dan eventueel straks nog wel even wat over kan zeggen. Dat is natuurlijk ook wel inderdaad interessant. Met name van die regelgeving, dat blijft toch een beetje een heet hangijzer. Ja. En want jij bent vooral bezig niet zozeer met die regelgeving, maar je hebt er wel natuurlijk mee te maken. Maar wel ook aan het kijken van, ja, wat kunnen die beesten nou eigenlijk allemaal verwerken aan eten, materiaal? Wat, ja, wat... dus dat te laten zien, wat er mogelijk is. En dus niet alleen wat die beesten kunnen, wat ze lekker vinden en wat niet. Maar ook hoe je zo'n insectenkweek kan toepassen in een kringloop. Ja, ja, ja. Op buurtniveau. En, ja. Het insecten zijn erg klein. Ja. En dat biedt natuurlijk grote voordelen. Daarom is het denk ik ook niet alleen voor agrariërs op het land het aantrekkelijk. Maar is het ook goed toepasbaar in een urban farm-achtige setting? Want het neemt nou eenmaal niet zoveel plaats in beslag. In een kleine schaftwagen kan je dus... Ja, ja, precies. Dat blijft natuurlijk allemaal... Het is erg klein. Maar zelfs met mijn 30 van die bakken... Nou ja, kan ik toch al... En je hebt 2 kilogram per bak. Nou ja, dat tikt dan toch al aan. Want wat moet ik me dan voorstellen? Bij wat produceer je dan... Nou ja, dus 30 bakken, dus 2 kilogram per bak. Dus dan heb je 60 kilogram. En ik doe alleen in de zomer, want dat in de winter gebeurt daar ook niks in die tuin. En dat bespaart ook energiekosten. Dus dan heb je 1 seizoen. En dan kan je ongeveer 3 productiecycli draaien. Dus dan heb je 3 keer 60 3 keer 60 gram. Nou ja, dat is verwaarloosbaar wat grote jongens doen, maar toch. Ja, ja. Ja, nou ja, goed als je het helemaal gebruikt voor lokale productie. Hangt van de schaal. Ja, precies. Ja, 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 ja. Even kijken, nog een andere vraag. Valt er iets te zeggen over de hoogte van de investering wanneer je het professioneel wil aanpakken? Komen we denk ik zo meteen ook nog wel op terug in het volgende filmpje. We hebben jouw installatie gezien, zal ik maar even zeggen, dus de caravan. Wat is jouw, hoe zit dat met jouw investering als je het echt op die schaal wil doen? Want je hebt dus die bakken, maar je hebt de inkoop natuurlijk van je eitjes om die insecten te kweken in eerste instantie. Nou, ik heb alles ook, het is volledig circulair, ook wat je ziet. Dus dat heeft allemaal niet zoveel geld gekost. Ja. Ik denk, maar goed, dit is natuurlijk ook met name een educatief awareness project. Ja.
Dus ik denk dat dat voor mensen die echt serieus willen beginnen, misschien dat die als referentie die cijfers niet zo nuttig zijn. Nee. Maar ik denk dat je met 1,5 ton wel toch al aan het eind komt. Als je toch, als je het wat meer professioneel wil aanpakken. Ja. Ja, precies. En wat jij doet is eigenlijk voor iedereen, als je het heel kleinschalig doet, voor iedereen te doen. Voor elke buurt, tuin of elke whatever. Dus kan je, heeft ook een zeker do-it-yourself karakter. Ja, precies. Ja. Een andere vraag. Hoe lang is een productiecyclus van de meelworm? Ja, dat hangt natuurlijk af van hoe. Kijk, meelwormen willen het graag in constante omstandigheden leven. Constante luchtvochtigheid, constante temperatuur. Nou, als je dat allemaal goed monitort en ervoor zorgt dat die meelwormpjes het gewoon heel fijn hebben. Dan kan je in 6 weken, 6, 7 weken kan je wel zo'n productiecyclus doorlopen. Ja. En want we zien dat dadelijk ook weer terug. Dus Olaf die zit al natuurlijk helemaal te popelen. Maar dan gaan we een aantal van die dingen komen nog terug. Ja. Nou, wat ik ook nog wel even aardig vond in combinatie met wat Marian vertelde, was eigenlijk dat disaster management. Ja. Heb jij dat ook wel eens moeten toepassen in jouw installatie? Nee, dat is mij gelukkig bespaard gebleven. Geen disasters in de caravan? Nou ja, ik heb wel eens een enorme invasie van motten gehad. Oh ja. Toen was ik er lange tijd niet. Dat is iets waar daar moet je ook mee. Dat is ook zo erg is dat nou ook weer niet. Bedoel, eten die meelwormen op? Enorme schalen aan. Nee, dat niet. Dat maar niet. Ze concurreren natuurlijk. Oh, met het voeding. Ze gaan dat voer zitten eten. Dus dat wil je wel proberen. Ja. Te beperken. Helemaal uitsluiten kan je dat eigenlijk niet. Toen was ik een tijdje niet geweest en toen waren er allemaal motten. Maar dan merk je ook, als je weer gewoon aan de slag gaat met die beesten, dan verstoor je die motten weer. Dus die was ik eigenlijk ook alweer. Na een paar keer 7 was ik die eigenlijk ook alweer kwijt. En zijn er nog, weet je dat er nog andere disasters zijn? Is het iets van schimmel bijvoorbeeld als het te vochtig schimmel, is? Schimmel, ja. Dat is ook, En dan op bepaalde virussen of insecten of ziektes of wat dan ook? Nou ja, dan moet ik je toch doorverwijzen naar het onderzoek dat wordt gedaan in Wageningen. Daar zijn ze dus nu heel erg bezig met allerlei het in kaart brengen van dat soort hazards. Ja. Met name waar het gaat over het gebruik van reststromen. En daar is laatst een uitvoerig rapport, artikel over geschreven. Dus dan, daar is de beur een beetje de. Ja, de, precies. Daar wordt nog veel onderzoek aan gedaan. Ja. Maar het is in ieder geval, het zijn eigenlijk, als ik het zo hoor ook, in alle verhalen een beetje, toch best wel, als het gaat over dieren houden, wel makkelijke. Ik vind meelworm hartstikke makkelijk en meegaand. Lekker rustig, ja. Ja, precies. Nou, je hoort ook in het verhaal natuurlijk wat je vertelt, dat ik ben een aantal dagen niet geweest. Je kunt ze inderdaad een aantal dagen met rust laten. Ja. Dus je hoeft er niet elke dag bij te zijn. Dat is wel een voordeel. Stinken ze eigenlijk? Nee, volgens mij niet echt. Hè? Want tenminste, ik ben ook bij jou in de caravan geweest. Ook bij jou. Ik vind van niet. Als er iets stinkt, dan is misschien het voer wat misschien aan het rotten is. Ja. Wij werken met een droogvoer, dus wij hebben het probleem helemaal niet. Ja. Maar als je met reststroom werkt, kan het reststroom. Kan de rest een gezonde boerderijlucht. Ja, goed. Ja. Ik denk dat we wel weer toe zijn aan een volgend filmpje. En daar gaat Olaf wat meer nog in op de iets grotere, een maatje grotere teelt. Ja. Praktijkgericht. Ja. Mijn naam is Olaf Duisters. Ik ben van het bedrijf Feed & Food Production. En we hebben ons toegelegd op het ontwikkelen van een opkweeksysteem voor meelwormen. Dat is een markt die wel in opkomst is. We hebben die containers ontwikkeld met name om boeren een extra verdienmodel te geven bij de huidige bedrijfsvoering die ze al hebben. Of om boeren de kans te geven om hun normale activiteiten te staken en te vervangen door het kweken van insecten. Als je gaat kijken naar de schaal waarop je insecten kunt kweken, dat kan natuurlijk van kleinschalig naar grootschalig. We hebben duidelijk gekozen voor een kleinschalige opzet. Wij zien meer een soort coöperatiemodel waarbij veel kleine kwekers samen een groter volume kunnen leveren. Zodat veel partijen ook kunnen profiteren van de opkomst van de insectenkweek. Ja, we zien dus echt als een aanvulling op het inkomstenmodel van een agrarisch bedrijf. Als je gaat kijken naar hoe wij die container hebben opgebouwd, dat is dus puur bedoeld om bij een bedrijfsgebouw te zetten wat al bestaat.
Het is ook een bedrijf, een container is ondergeschikt aan de hoofdbebouwing, zodat je ook op een kleine oppervlakte iets kunt kweken. En in die container hebben wij een installatie ontwikkeld, zodat we de meelworm automatisch kunnen voeren. Nou, hier zie je dus een plattegrond van hoe zo'n container is opgebouwd. En je ziet daar 6 verschillende kleurtjes. En elke kleur vertegenwoordigt een bepaalde leeftijdsgroep van de meelwormen. En wij kweken de meelwormen op in 6 weken. Van een klein meelworm dat net uit een eitje is gekomen, tot een volwassen meelworm zou je haast zeggen, net voordat die gaat verpoppen. Die 6 groepen, die hebben een doel dat je elke week 1 volledige groep zou kunnen oogsten. En dan kun je ongeveer 300 kilogram per week oogsten. Dit systeem is bij uitstek geschikt voor mensen die zelf de meelwormen zouden willen gebruiken. Bijvoorbeeld als een topfeed bij een kippenbedrijf of een varkensbedrijf. Je kunt er ook voor kiezen om de leeftijdsgroepen allemaal gelijk te laten zijn. En dan kun je 1 container in 1 keer 6 weken lang aanhouden. En dan kun je dus ongeveer een 1800 tot 2000 kilogram per batch oogsten. Maar dat is maar 1 keer in de 6 weken. Ja, als je gaat kijken naar wat kost het nou om een meelwormencontainer aan te schaffen en wat brengen meelwormen op, hè? Kun je er een business case uit halen? Daar hebben we natuurlijk uitvoerige studies naar gedaan. Het is niet zo dat je van insectenkweek op deze schaal rijk gaat worden, maar er zit wel degelijk een verdienmodel in. Een opkweekcontainer, afhankelijk van het systeem wat je kiest, hè, of je met een breivoer werkt of met een waterdosering. Er zijn verschillende systemen hoe je meelwormen kunt opgroeien. Het kost tussen de 100.000 en 150.000 euro. Een volledig werkend container geïnstalleerd op locatie. Dat is exclusief BTW. En je moet er eigenlijk ook nog zonnepanelen bij hebben. Op het moment dat je zelf zonnepanelen hebt, dan kun je met een meelwormcontainer ongeveer €600 per week verdienen. De arbeid bij het kweken van meelwormen met ons systeem bestaat eigenlijk alleen uit het ontvangen van de voerleverancier die met zijn wagen het voer komt brengen. En dan kun je een kopje koffie zetten en daarna moet je de bakken die aangeleverd worden handmatig in de container zetten. En je moet de bakken ook handmatig eruit halen. Voor de rest gaat alles automatisch. Dus de arbeid valt heel erg mee. En als wij de verdiensten omrekenen naar de tijdbesteding, dan zou je ongeveer op een uur salaris uitkomen van tussen de 50 en €75 per uur. Ja, als je gaat kijken naar de vergunningen die nodig zijn om meelwormen te kweken, dat is wel een heel specifiek en technisch verhaal. Het is namelijk zo dat als je insecten kweekt die ook kunnen vliegen, dan heb je een milieuvergunning nodig. Of een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu. Alleen meelwormen kunnen niet vliegen. Maar de kevers van de meelworm die kunnen wel vliegen. Dus we hebben daar veel discussie over gehad. Maar omdat wij alleen het stadium doen, het opkweken van de meelworm die niet kan vliegen, vallen wij onder het activiteitenbesluit. Dus dan heb je geen uitgebreide vergunningprocedure. Dus dat is 1. Dan gaat het over de bouwvergunning voor de container. Als je de container voor de rooilijn zet, heb je een vergunning nodig. Op het moment dat je hem achter je rooilijn zet en de container is kleiner als je kleinste bijgebouw, dan is het een ondergeschikt bijgebouw en daardoor is dan vergunningsvrij. Maar op het moment dat de container groter is als je kleinste bijgebouw, heb je een bouwvergunning nodig. Kijk, wat je dus eigenlijk nodig hebt, op het moment dat je voor eigen gebruik kweekt, dan volstaat eigenlijk dat je de eitjes krijgt en dat je de meelwormen zelf gebruikt. Maar op het moment dat je de meelworm wilt afzetten, niet voor eigen gebruik, dan heb je eigenlijk een soort centrale verwerkings- en productielocatie nodig. Zoals wij dat zien, zou je dan bijvoorbeeld een coöperatie kunnen opzetten met een aantal verschillende telers die ieder 1 of 2 containers hebben. En die dan hun eitjes betrekken uit de coöperatie en de meelwormen afgeven in de coöperatie. En die coöperatie zorgt dan voor de verwerking. Ja, de insectenkweek is natuurlijk een vrij nieuwe business. De subsidiemogelijkheden zijn er beperkt. Je hebt de EIA en de MIA. Dat is eigenlijk een boekhoudkundige regeling. Hè? Dus dat je als je winst maakt met je bedrijf, dan kun je daar aftrek van die winst krijgen als je een insectenkweeksysteem aanschaft. Daarmee bespaar je ongeveer 20% op de aanschafprijs uiteindelijk. Maar dat geldt wel alleen als je een winstgevend bedrijf hebt. Dat is het nadeel van die regelingen. Waar wel subsidies op zitten, is bijvoorbeeld het opzetten van zo'n, ik noem het dan even een kweekring. Omdat je die samenwerksverbanden moet gaan ontwikkelen. En daar zijn wel volop mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld de Op-Zuid-subsidie is er een, die is voor Brabant, Zeeland en Limburg.
En ja, daar is wel wat mee te doen. Het kweken van meelwormen is niet per se heel moeilijk, dus het vraagt niet echt een specifieke opleiding. Wat wij wel doen is op het moment dat iemand een container aanschaft, dan leveren wij daar ook een cursus bij en een handboek van ja, hoe werkt het nou en waar moet je op letten. En dat moeten de mensen wel volgen. Ja, ik heb eigenlijk nog wel een vraag voor de deelnemers aan het webinar. Dat is, ja, zijn jullie bereid of voelen jullie er iets voor om in een soort coöperatievorm te proberen om van een insectenkweeksysteem een succes te maken en ja, samen die insecten- en meelwormenmarkt te betreden? Welkom terug aan tafel, Marianne ook en Olaf. Ik wil even een vraagje technisch, want jij had het toen straks een verhaal over droogvoer en ik zie allemaal natte dingen voorbij komen. Hoe zit dat? Ja, dat is goed opgemerkt. De meelwormen die leven in feite in hun eigen voer, dat is een droogvoer, maar ze hebben natuurlijk ook vocht nodig. En in ons systeem doseren wij dan precies de hoeveelheid brei, die is nat, die ze dagelijks nodig hebben. Dus dat gaat dan ook niet rotten, omdat het elke dag volledig wordt opgegeven. Opgaat. Oh, oké. Dus, nou, dat is de nuance. Ben ik weer. Ja. Ja, precies, dankjewel. En wat ik leuk vind aan jullie verhaal eigenlijk allebei van Olaf en Marianne. Jullie hebben het allebei over die coöperatieve vorm. Hè? Ja. Dus de vraag van Olaf is eigenlijk ook aan de kijkers en vooral hè, met de mensen die hiermee aan de slag willen. Hè, van wie is daarin geïnteresseerd om met zo'n kweekkring, zoals jij het dan noemt, of zo'n coöperatie aan de slag te gaan? Jullie kennen elkaar nu, jullie kenden elkaar al, hè, begreep ik uit eerder gesprek. Ja, alleen een tijdje even geen contact gehad, maar nu blijken jullie toch een beetje dezelfde kant op te gaan weer. Hebben jullie het daarover gehad? Want het lijkt me heel goed om daar dan eens samen in op te trekken en te kijken naar nou, welke regio kunnen we dat soort kringen misschien zelfs wel in het Groene Hart gaan opzetten. Nou, wij kennen elkaar al wat langer. Een collega van Olaf, die heeft bij ons ook cursus gevolgd. Oh, ja, ja. En ja, dan kom je elkaar toch ook weer. We zitten bij elkaar in de buurt, dus we komen elkaar ook tegen. Wat ik ook zie is dat eigenlijk, als we elkaar dan weer na een tijdje weer spreken, dat we eigenlijk allemaal met dezelfde dingen aan het worstelen zijn. Ja. Dus daarmee zoeken we elkaar ook gewoon weer op. Ja. Nu ook aan het kijken van, hey, hoe kunnen we in de, zeg maar, gezamenlijk ook die markt verder ontwikkelen. En daar zit de coöperatie zit erbij. Maar er zitten ook andere dingen bij. Van, hey, voor Olaf, waar haal ik goedkope materialen vandaan? Waar halen we de boeren vandaan die dat systeem gaan neerzetten? Dat kan je ook niet alleen. Ja. En gezamenlijk ben je veel sterker, ga je ook veel verder. Ja. Terwijl je alleen heel snel kan gaan. Ja, en iedereen kan dan ook weer een stukje van zijn eigen netwerk of partners die al heeft weer delen en dan zo. Want als ik dan even kijk naar, we zitten hier ook voor het Groene Hart. Dat is dan een beetje mijn regio. Wat zouden wij vanuit ons platform kunnen doen om zeg maar zoiets als een kweekring of een coöperatie in het Groene Hart op te zetten? Wat is daarvoor nodig? Nou, zo'n kring opzetten, gewoon met elkaar. Het is ook elkaar opzoeken. Gewoon eens een keer gewoon een eerste bijeenkomst organiseren. Ja, 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 ja. Willen wij met alle liefde aan meehelpen. En ook het niet als dit, maar dan misschien een keer fysiek op een plek. Ik heb ook al eerder samengewerkt met het... met het innovatiecentrum hier. Ja, Veenwijn Innovatiecentrum. Daar staat ook zelfs een heel, op de website staat een heel plan van wat kun je doen hier in de regio. Waar we niet zo heel erg over gehad hebben, dat is over de sprinkhanen en de krekels. Ja. Ik denk ook best dat daar zit, die kiloprijzen zijn veel hoger. Oh, maar weet je, een sprinkhaan eet gras. Nou, er is heel veel gras. Hoe kunnen we echt naar de mogelijkheden van de regio kijken? Maar tegelijkertijd zitten hier ook een aantal goede bedrijven in de petfood, maar ook wij leveren hier verderop in Woerden apenvoer. Ja, dat maken we voor ze. Hoe kunnen we dat verder samen uitbreiden? Maar welk bedrijf is dat? We werken samen met Arie Blok. Oké, ja. En die hebben onder het merk Casper Fauna Food, kopen ze apenvoer. Apenvoer, ja. En want dat vind ik wel interessant van die krekels, want we hebben het nu inderdaad veel over meelworm en andere. Maar dat, is dat dan ook voor diervoeding of is dat dan meer voor menselijke voeding? Of maakt dat niet uit? Nou, het zijn hele specifieke diervoedingsproducten, de krekels. Oké, wel voor diervoeding. Maar ook juist ook in de humane consumptie komen ze weer goed terecht. En ik denk dat dat gewoon mogelijkheden op termijn ook echt gaat bieden. Maar nu zijn dit type producten... die worden gewoon goed afgenomen door heel Europa. Mm-mm. Dus het is misschien niet zozeer nog dichtbij te kijken, maar ook gewoon een stukje verder over de grens. Ja. Maar wel het hier produceren. Ja.
En jij, Olaf, kan jij daar iets over zeggen, hoe jij dat voor je ziet? Welke rol zou dan, zeg maar, jij met jouw bedrijf in zo'n kwekering kunnen spelen? Wat zijn jouw, Ja, wij zijn in feite een bedrijf wat dus de opkweekcontainers levert. Ja. We zijn zelf geen kweker. Dus wij kunnen de installaties leveren waarmee ondernemers een insectenkweek kunnen starten. Ja. En we hebben met name voor die meelworm gekozen. Hè. Ook wat Willem zei, ja, die zit lekker in dat bakje. Die vliegt er niet uit, er niet uit. Ja. Dus dat is laagdrempelig. Eenvoudig. Ja. Is eenvoudig te doen. En de meelwormen, zeker bij kippenbedrijven, varkensbedrijven, is dat makkelijk om als een topfeed toe te voegen. Dat maakt het ook gewoon geschikt voor ondernemers die hier lokaal dat willen gaan proberen. Ja. En op die manier bijvoorbeeld iets willen doen aan de hoeveelheid soja die nu gevoerd wordt, maar die uit het buitenland komt. Ja. Dus nou ja, je hebt ook wel eens gezegd van, eigenlijk, tenminste in het gesprek wat we hiervoor hadden, met dat je zei van, ik wil eigenlijk ervoor zorgen dat als we zo'n kwekering hebben, of een club van boeren die bij wijze van spreken 1 of 2 containers willen neerzetten in een bepaalde regio, dat je dan eigenlijk ook al die afzet geregeld wilt hebben. Hè? Ja. Omdat je dan, dat is toch een beetje kip en ei overal, altijd weer. In dit geval kip, haha. Nou, een beetje flauw. Hoe zie je dat voor je? Heb jij daar ook contacten met bedrijven bijvoorbeeld die zeggen van, nou, ik wil dan eventueel wel, als ik een garantie heb van een productie van x aantal kilo, dan wil ik dat wel afnemen om daar weer diervoeder van te maken. Ja, daar zijn wij mee bezig. Ja. We hebben contact met een levensmiddelenbedrijf, maar die hebben een bepaalde minimumafname nodig van 1000 kilogram per week. 1000 per week, oké. En die maken daar bijvoorbeeld vleesvervangende producten van. Ja. Dus we hebben de open dagen die wij ook al gehad hebben, bijvoorbeeld worstjes geserveerd van 40% meelworm en 60% rundvlees. Oh ja. Nou, dat bedrijf wil onze meelwormen, die met ons systeem gekweken worden, best afnemen. Maar zij worstelen nog met de afzet van hun eigen product. Ja, precies. Ja, want zij kunnen op dit moment nog niet zoveel worstjes verkopen. Ja. Dus dat is lastig. Ik denk dat als je hier in de regio gaat kijken, ik weet niet exact wat de samenstelling van de, met name de veeboeren hier is. Maar, veel melkvee in het Groenhart. Ja, maar op het moment dat je dus een of twee van onze containers zou zetten en je kunt een 300 tot 600 kilogram per week aan meelwormen produceren voor eigen gebruik bij een kippenbedrijf, varkensbedrijf. Ik weet niet of rundvee het ook eet. Dat zou geschikt zijn. Dan heb je geen specifieke kwekering nodig. Maar op het moment dat je zegt, maar ik wil er echt een ander verdienmodel van maken, dan moet je met een aantal mensen samenwerken. En je hebt ook één locatie nodig waar de kevers zitten die eitjes leggen. Want in het systeem, daar moeten dus eitjes in en dan komen de meelwormen eruit. Ja. Maar uiteindelijk moeten die eitjes ook wel aangeleverd worden. Ja. Je zou een centrale locatie moeten hebben met de kevers, een aantal kwekers daaromheen. En op die centrale locatie, wat ik op dat plaatje had staan, daar zou dan de processing, dus de bewerking van de meelworm, het afzeven, verpakken, eventueel koken, vriesdrogen, alle bewerking die je wilt, zou daar dan plaats kunnen vinden. Ja, en dat soort fabriekjes zijn het dan, hè, moet ik me voorstellen, die zijn er nog niet in Nederland? Of hoe groot is dat? Of nee, dat is heel beperkt. Ja. Ja. Want als ik dan zeg van, stel dat je zo'n fabriekje zou willen gaan bouwen ergens, wat moet dat dan op een bedrijventerrein? Is dat heel groot? Wat is dat voor een omvang? Ja, dat durf ik niet exact te zeggen. Dat kan in het beginsel nog kleinschalig. Mm. Daar ben ik wel van overtuigd. Ik denk wel dat een bedrijventerreintje dan een geëigende locatie is. Maar je kunt ook, net als dat bijvoorbeeld rundveeboeren soms een eigen kaasmakerij erbij hebben. Ja. Kun je natuurlijk ook als je meelwormen produceert, dat ook op boerderijniveau doen. Ja. En dan koppelen aan streekwinkels waar je bijvoorbeeld de producten kunt verkopen. Ja. Ja. Dus dat model is denk ik wel het dichtstbij en daardoor ook het eerst realiseerbaar. Ja. En je hebt ook wel eens een keertje aangegeven, dat vond ik ook wel interessant, dat dit voor boeren die bijvoorbeeld eigenlijk met hun, zal ik maar zeggen, bijvoorbeeld varkens wat ze hadden of wat ze dan ook deden, eigenlijk wilden stoppen, om wat voor reden dan ook, dat dit een manier kan zijn om toch een soort boer te blijven, ja, dat het land ook agrarisch blijft en dat je er toch mag blijven wonen. En dan zet je een paar van die containers neer en dan ben je eigenlijk nog steeds een boerenbedrijf, maar dan niet meer met 60 hectare en koeien erop en alles erop en eraan. Ja, dat klopt. In de regio waar wij zitten, in het Brabantse, daar gaan ontzettend veel agrariërs stoppen. Ja. Er komen ook veel bedrijven leeg te staan. En waar veel van die bedrijven tegenaan lopen, is dat als, en zeker als het wat oudere boeren zijn die weer terug willen, zeg maar, naar het dorp,
Die kunnen hun woning vaak niet verkocht krijgen. Want je mag er alleen wonen als je een agrarisch bedrijf hebt. Ja. En die agrarische bestemming die valt dus weg. En op het moment dat je dus één of twee van onze containers neerzet, dan blijft er een agrarisch verdienmodel, waar je dus relatief weinig werk aan hebt. Ja. Zodat als iemand daar komt wonen, dat dan of zelf kan doen, of ze kunnen ons als bedrijf inschakelen. En dan een functie krijgen als bewaker van de containers. En ja, ons systeem is ook, ja, omdat het online uit te lezen is, kun je ook tegen mensen zeggen, jullie moeten dagelijks even op de monitor kijken, ja, of er niet toevallig een storing is. En ja, op die manier kun je dan even bellen. Toch proberen die agrarische waarde van die percelen te bouwen. Ja, ja, nou, mooi. Even kijken, nog een vraag uit de chat. Hoe zit het met de regelgeving wat betreft het voeren van insecten aan varkens en kippen die biologisch gehouden worden? Marjan, zou jij daar nog wat meer over kunnen zeggen? Ja. Biologisch houden van insecten, daar wordt nu regelgeving voor gemaakt. Of hoe kun je het om het zomaar in het SCAL-certificeringssysteem te stoppen? Dat is heel lastig. IPIF is daarmee bezig. Het voeren van insecten aan biologische kippen en varkens, dat mag geloof ik tot een percentage van 5% hoeft dat niet biologisch te zijn hele voer. Dus daar zit dan precies dat je het ertussenin kan schuiven, dat je ze wel die insecten geeft. Want de stempel biologische insecten, dat bestaat dus nog niet. Daar zijn ze mee bezig. Daar wordt nu aan gewerkt om dat stempel voor elkaar te krijgen op Europees niveau. En het is nog best een lastige, want biologische reststromen, die moet je dan ook weer. Het voer wat je geeft is ook biologisch. Alles moet biologisch zijn, hè? Ja. En insecten kweken op dit moment, de prijs is al hoog. En als je dan ook nog biologisch moet voeren. Dat je ook nog biologisch moet voeren, wordt het nog hoger. Dus dan gaat de kostprijs een heel stuk omhoog. Ja. Dus ik denk dat de niche om dat kleine percentage wat je aan niet-biologische producten in het voer voor kippen en varkens, dat daar de oplossing zit. Ja, 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 ja. Ja. En Marjan, want jij bent ook, heb je ook in je verhaal gehad over, hè, we moeten eigenlijk meer met z'n allen die lobby voor wat erin gaat. Hè, dat je dan eigenlijk die einde afvalstatus van een heleboel producten, dat je daar ook samen voor moet gaan actie gaan voeren. Nou, weet ik niet hoe je dat ziet, maar kan je er iets meer over vertellen? Ik gaf al aan in het filmpje. Het zou zo mooi zijn als de stromen die je erin krijgt, dat die niet ergens anders gebruikt worden. Eigenlijk wil je voorkomen dat ze de vergister of de verbranding ingaan. Ja. En dat je ze dus voor die tijd al aan insecten kan voeren, want die kunnen ze prima verwerken. Ja. En tegelijkertijd, dus, en daar zit ook geld bij. En aan de andere kant kun je ze dan weer verkopen. Nou, daarvoor hebben we wel een onderzoeksprogramma nodig. Ja. Dat we dit veilig kunnen doen. Ja, precies. De wetgeving staat niet toe dat als je dit aan zeg maar echt het organische afval en dat keukenafval uit de hoogbouw of uit restaurants. De wetgeving staat niet toe dat je het mag gebruiken. Maar dan mag je die insecten ook dat mag je eigenlijk nog niet voeren aan insecten. Maar zelfs dat onderzoek moet je wel, vinden wij dat we dat moeten doen. Er zijn ook een aantal voorstellen, hebben we daar ook met gemeente ook voor klaar liggen. Om dat te onderzoeken en om het daarna een niet-voedingstoepassing te geven. Want je kunt er ook nog altijd uit die eiwitten kun je hoogwaardige chemicaliën halen. Precies. Bijvoorbeeld de chitine, dat is weer antimicrobieel. We kunnen er lijmen, smeerolies van maken. Ja. Dus, en er zijn nog allerlei toepassingen. En dan heb je dat probleem niet met die feed van die insecten. Dan kan je ze eigenlijk bij wijze van spreken alles voeren. Als je ze daarna gebruikt voor... Het belangrijkste is wat we ook doen, dat het veilig is. Ja, en dat het gewoon niet voor het milieu. Maar ook dat we de garantie kunnen geven. Precies. Dat het ook niet in die veevoer terechtkomt. Ja. Nou, en dat soort systemen, om onder controle te houden, te auditen. Nou, daar moet dan aan gewerkt worden. En gelukkig zijn we in Nederland zo dat we ook kijken van dat we die ruimte zoeken. Het is niet zwart-wit. We willen graag het onderzoek doen om dit aan te tonen dat het kan. En dat, het is een lange weg, dat besef ik me ook. Maar dan gaat onze overheid zo weer terug naar Europa om dit aan te geven. Ja, want jij zegt net dan even, ik denk dat we zo moeten afsluiten. Maar gemeenten spelen die daar ook een rol, kunnen die daar een rol in spelen? Kunnen die jou helpen of kunnen die ons eigenlijk helpen om dit ook wat meer op de kaart te zetten?
Nou, sterker nog, ik zit met een aantal gemeenten aan tafel. En ja, en wat doen ze, wat kunnen zij dan doen? Nou, wat zij kunnen doen, het zitten twee kanten aan. Eén, het is zeg maar, voor hen is de prijs van het verwerken van afval en naar beneden brengen is heel belangrijk. Dus ze hebben er een voordeel bij. Voor de insectensector zelf is het ook nog eens een keer om te laten zien aan de consument van kijk, we gaan gewoon ook weer mooiere materialen uit jullie afval halen. Dus er zitten twee kanten aan, dus daar zijn ze heel erg in geïnteresseerd. En voor de insectensector is het een echte kostenprijsreductie als we dit voor elkaar krijgen op een veilige manier. Ja, dat is wel interessant. Moeten we ook in het groene hart nog maar eens even over doorpraten of we daar iets aan kunnen doen dan. Even kijken. Orja, we hadden nog een vraag in de chat over de business aantrekkelijkheid voor boeren. Maar ik denk zelf dat het wel in de verschillende filmpjes wel redelijk is behandeld. Wat boeren hiermee zouden kunnen, wat ze ermee zouden kunnen verdienen. Je bent daar zelfs heel concreet over geweest. Dus ik denk dat we dat hiermee dan kunnen afsluiten. En dan, ik weet niet of jullie nog een laatste nabrander hebben. Wat jullie nog zouden willen meegeven. Ik denk dat het wel aardig is om nog mee te geven dat er een SABE-regeling is. Waarbij ook vouchers aangevraagd kunnen worden voor businessmodellen. En dat is niet alleen in Brabant? Nee, die zijn Nederlands. Een SABE-regeling? Ja, bij okay. RVO. Ja. Oh. Leuk, interessant. Dankjewel. Goede afsluiting. Nou, iedereen ontzettend bedankt voor jullie deelname en je medewerking. We hebben een leuk presentje voor jullie allemaal klaarstaan. En kijkers ook bedankt voor uw reacties en aanwezigheid. Vanaf vanmiddag kunt u de uitzending nakijken op de website www.groenehartwerkt.nl. Dit webinar is mede mogelijk gemaakt door de provincies Zuid-Holland en Utrecht. En dan wens ik jullie allemaal een fijn weekend.